Voor de mensen die Kenji Minogue niet kennen, wat is het? Dat is een zeer goede vraag. Het is muziek, het is... Als fan omschrijf ik het persoonlijk als experimentele kunst. Het is muziek, het is performance, het is smijten, het is trover, denken we. Maar het is wel simpel. Je komt dan uit een vagina gekropen, wat dat een greenscreen is. Of... Letterlijk de geboorte van Kenji Minogue. De geboorte van Kenji Minogue. Ja, maar zo goed. Dat is de geboorte van Kenji. Wat bedoel je? Het is diep, hè? Mijn naam is Ann. Ik ben van Zwalm. Ik noem het een beetje een one-idee, maar dat is heel negatief. Wat? Nu moet je oppassen. Ah, wel, dat is heel een one-idee. En wat wil ik daarmee? Ja. Een anti-idee. Voilà. We hebben dat ook nooit als een idee benoemd of als een concept. We hebben gewoon gedaan wat we zin in hadden. Voilà. En dan zijn we nog altijd aan het doen. Op het moment dat we dat ooit als een idee bekijken en dat als concept, gewoon... dan is het kapot. Dat is kapot. Maar waar ik een bloedhekel aan heb bijvoorbeeld, is zo dat termen, een extreem abstract term als creativiteit, een theoretische brainstorm, ding wordt gegooid als out-of-the-box ding en we gaan nu een keer zo, ik kom daar slecht van. Neem wat je wil nemen, maar als mensen afkomen van die prachtige term en je moet het zo doen en je moet het zo doen, niet doen. Handelt vanuit hetgene dat je voelt in jezelf. Wat zijn de zaadjes dat in jullie hoofd opspringen als je weet van dit wordt een boom binnen in het Kenji Minogue gegeven? Zijn er zo zaadjes in jullie hoofd dat je... Sorry, ik snap het niet goed. Het is te metaforisch. Ja. Hoe komen jullie eigenlijk tot zo'n idee? Puur overlevingsinstinct. Dus we hebben gewoon zin om iets te doen. Het kriebelde, het borrelde bij ons alle twee, denk ik. En wij zitten gewoon wel. Wij weten onze mankementen en we denken van oké, we zijn niet perfect, maar whatever. Hè. Maar net van die mankementen als we... En daar maken we ons zin talent van. En dat inspireert ons in feite. En dat zorgt ervoor dat we ook vrij zijn in ons hoofd. En dat is vooral belangrijk, dat je vrij bent. Vandaar dat ik bedoel, het is ergens een overlevingsdrang. Gewoon, dit moet eruit. En stop, dat maakt mij als mens ernaast... God, zachter. Ik kan niet verlangen, laat het dan niet, laat het dan niet. Jullie hebben meer en meer succes, maar willen jullie dat eigenlijk? Een goede vraag. Schitterende vraag. Het is zeer ambigu. Ja, dat is waar. Mainstream is niets voor ons, we gaan daar nooit in aarden. Nee. En we vinden dat gewoon ergens vrij tof. De underground is de perfecte manier om te blijven experimenteren. En dat moet je blijven voelen. Dus als je nu tegen onze kijkers dan moet zeggen van een goed idee of creativiteit, van waar start dat, van waar komt dat en hoe kun je daarmee beginnen? Moet ik nu echt in de camera kijken? Het hoeft niet, maar... Beste kijkers van het Krijg Carte Blanche, een conceptprogramma. Op 12. Ja. Wees uzelf. Laat het vanuit jezelf komen. Ja. Volg je hartje. Volg je hartje. Je hartje is oké. Okay. En ook je lichaam. En uw intuïtie. Zo belangrijk. Durf gaan. Durf dingen. Feit. YOLO is echt waar. Nom, nom, lekker, lekker, nom, nom.